John Lammers, om te beginnen van harte gefeliciteerd. Je gaf het zelf al een aantal keer aan. Ik ben wel toe om op eigen benen te staan. Het is zover. Ja, ik ben er blij mee. Ik heb het hier inderdaad aangegeven. En ik ben eigenlijk vanaf het begin af aan ben ik een van de kandidaten geweest. Simon zei, er zijn twee kandidaten en het is zo gebleken. Waarom heeft het toch zo lang geduurd? Ik zou het ook al gelijk kunnen zeggen toen Ajax Pastoor naar NEC ging van John Lammers wordt de nieuwe man. Ja, maar hun hadden een eigen idee. Hun moesten ook wel gesprekken. Ze wisten inderdaad aan mij wat ze hadden. Daarna heb ik nog wel een heel uitvoerig gesprek gehad met Erik Gudde en met Simon Kelder. Het is goed verlopen. Maar ze zeiden dat ze ook nog met iemand anders bezig waren. En dat is hun goed recht. Daar hebben ze wat langer op gewacht. Daar hadden ze ook een bepaald idee mee. En uiteindelijk is het dit geworden. Want er werd ook langere tijd gedacht dat Excelsior wilde wachten of ze nou Eredivisie of Eerste Divisie wilden gaan spelen. En dat ze dan John Lammers zouden nemen als het Eerste Divisie zou worden. Ja, nee, daarom. Ik heb heel veel dingen gehoord aan de laatste tijd. En dat is wel eens moeilijk. Omdat je weet, ik heb die gesprekken gehad en je hoort wat dingen. En soms ga je het nog geloven. Maar van begin af aan is Simon er heel duidelijk geweest. Het maakt ons niet uit. Je hebt een trainer nodig bij de Eerste Divisie. En die heb je ook nodig in de Eredivisie. Dus dat is geen enkel verschil geweest. Is het ook positief omdat jij toch wel een beetje dezelfde opvatting hebt als jouw voorganger, Alex Pastoor? Ja, maar nogmaals, ik ben John Lammers en Alex is Alex. Maar de dingen die we hier eigenlijk hebben aangezwengeld, die willen we doorgaan. En ik zal het op mijn manier doen, maar daarvoor wil ik ook goede mensen erbij hebben die ook hetzelfde idee gaan uitdragen. Je zei het zelf al, er zijn twee kandidaten geweest. Excelsior heeft ook duidelijk laten merken dat ze gecharmeerd waren van Ernest Faber. Maar Eindhoven wilde hem niet laten gaan. Je voelt je geen tweede keus? Nee, dat zeker niet. Ze hebben tegen mij ook gezegd waarom. Dus, en daar zijn ze heel duidelijk in geweest. En ik kon dat wel begrijpen wat ze wilden hebben. Hoe wordt jouw rol? Hoe anders is het om als assistent nu te gaan promoveren? Ja, naar de verantwoordelijke man. Want normaal sta je wat meer tussen de jongens in. En nu moet je echt gewoon boven staan. Ja, maar ik denk dat ik er altijd tussenin zal blijven staan. Alleen je bent nu hoofdtrainer. Maar dat heb ik wel op het moment dat ik het veld op stap. Was ik de hoofd of was ik de trainer? En of er dan hoofd of assistent voor staat, dat vind ik niet zo belangrijk. Op het moment dat ik het veld opstap, dan ben ik trainer. En dat verwacht ik ook van mijn assistenten. Dus dat wisten de jongens. Hoe gaat de technische staf er verder uitzien? Nou, daar zijn we nog over bezig. Wij zijn een aantal dingen kijken wat er mogelijk is. Dat heeft met geld te maken, maar dat heeft ook met andere dingen te maken. Dus wij komen daar in de komende week op terug. Het zal wel een loodzware opgave worden, hè? Want je voorganger heeft het gewoon erg goed gedaan. En dat wordt wel weer verwacht, zo'n prestatie. Ja, nou dankjewel voor de druk. Kijk, ook daar hebben we natuurlijk over gesproken. We weten ook welke jongens weggaan. We weten welke mogelijkheden dat we hebben. Dus het zal erg moeilijk worden. Maar dat geeft niet. We gaan als Excelsior gaan we gewoon die uitdaging aan. Ik zal het niet alleen moeten doen. Dus wij proberen daar talentvolle jongens voor terug te halen. Jongens die ambitieus zijn. Sorry, maar wij gaan er gewoon voor. Ja, de komende tijd zullen jullie met name moeten gaan richten op de spelers, hè? Met name transfervrije spelers. Zo zag ik zojuist een doelman hier rondlopen, Wesley de Ruiter. Wordt dat de nieuwe doelman van Excelsior? Dat is een mogelijkheid. We hebben daarmee gesproken. We hebben er een goed gesprek mee gehad, dus dat is een mogelijkheid. Wat wordt er nog meer allemaal gedaan de komende tijd? Want op vakantie gaan denk ik dat voorlopig nog niet even kan, want de selectie moet worden samengesteld. Ja, met name Simon Kelder zal dat moeten doen, maar je hebt natuurlijk ongetwijfeld je stem erin. Ja, nee, we zullen met name afgelopen week hebben we al hard gewerkt. Zijn we hier al een aantal keer geweest. Volgende week zullen we dat ook doen. We zullen hard moeten werken. Ik ga wel volgende week zaterdag ga ik op vakantie. Dan heb ik ook 2 weken vakantie, want dat heb je ook nodig. Het is een loodzwaar seizoen geweest, ook voor mij. Dus je hebt die rust nodig. Maar in de tussentijd zullen we zeker nog gaan doen. En ook vanuit Zuid-Frankrijk kun je een aantal dingen regelen.